Like challenge. Like sneller dan dat huggy-buggy op deze tv te zien is. Ik zie niks. Staat de tv wel aan? Oké. Stel voor je zet de tv aan. Je kijkt naar het nieuws. En je ziet een interview met Huggy Wuggy. En jij zou hem een vraag kunnen stellen. Wat zou die vraag dan zijn? Spam het in de comments. Ik zou hem vragen wat zijn lievelingseten is. Ook al is het antwoord waarschijnlijk alles. Maar dit is een heel speciaal moment. We gaan namelijk een interview checken met... Ik zeg het toch niet. Laten we kijken. I'm so happy to be here. What? Thank you for inviting me. Dit is insane. Where are you from? Waar kom je vandaan? I'm from a toy shop. Speelgoedfabriek. It was burned. Maar het is verbrand. And a girl found me. Hij is gevonden door een meisje. She washed me and cleaned me. Zij heeft hem schoongemaakt en gewassen. So interesting. Do you know that there is a game where you are the main character? Oh my gosh. De interviewer zegt, weet je dat er een spel is waar jij het hoofdkarakter in bent? En hij verwijst natuurlijk naar Poppy Playtime. Weet Huggy Wuggy wel dat hij zijn eigen game heeft? Oh really? I've never heard about it. And I've never played this game. Hij wist het niet. But I wanna try it. Hij wist niet dat hij zijn eigen game had en heeft het nooit gespeeld. And the last question. Laatste vraag. What games do you play? Welke games speel je? Are you crazy? I have no fingers. But I really want to play Roblox, Minecraft and of course Brawl Stars. Sorry, ik moet keihard lachen. Die interviewer vraagt, heel serieus, en welke game speel je eigenlijk? En Huggy Wuggy zegt... Are you crazy? I have no fingers, but I really want to play. Ben je gek man, ik heb geen vingers. Maar ja, ik wil wel spelen. Oh my gosh. Maar stel voor je zet de tv aan, het nieuws, en je krijgt dit te horen. There are more and more tourists who catch it on cameras. Oh my gosh. Let's look at this shot. Er zijn steeds meer toeristen die een foto maken the color and the ribbon she's van dit roze ding. People call her Kissimmee, the pyramids of Giza, the living place of this creature. Wat? Op een piramide. Dan ga je naar Egypte om de piramides te bewonderen. Zie je een super groot roze ding. Aangenaam, Kissimmee. Maar dit is zo knap gemaakt. Want ik ga er niet per se vanuit dat... echt is. Maar stel voor, je zou Kissimmee gewoon tegenkomen op vakantie. Je ziet er gewoon achterop een wagen zitten. Lekker chillen hier zo. Een wandelingetje maken en een piramide beklimmen. Wat zou jij Kissimmee vragen? Spam dat ook in de comments. Ik zou denk ik vragen, wie is er sterker? Jij of Huggy Wuggy? Er is namelijk altijd een kleine battle tussen die twee. Misschien is Poppy Playtime wel gewoon het sterkst. Maar wat als je niet naar de tv, maar uit je raam kijkt. En je ziet dit. Huggy Wuggy is touching a car. I hope there are no people. Oh my god. Oh my gosh, een helikopter. Gaat hij die pakken? Hij gaat die pakken, ja. Oh. Oh. Nope. What are we gonna do? Oh. Dit is insane. Ik wil hier eigenlijk een voice-over bij doen. Gewoon een beetje zeggen wat Huggy Wuggy denkt op dit moment. Het is een mooie dag. Hé, hey, wat is dat voor vliegend ding? Heb ik nog nooit eerder gezien. Hé, hey, die wil ik aanraken. Kan ik hem aanraken? Ik ga het gewoon proberen. Hupsakee. Ja, hij gaat alle kanten op. En oh, hij explodeert. Ik was het niet. Het was Kissimmee. Ja, waarschijnlijk zoiets. Maar Huggy Wuggy is toch niet alleen maar bezig met spelers achterna zitten en dingen opeten? Nee. Hij houdt namelijk enorm veel van zeilen. Ik bedoel, waarom niet? Het is zo vermoeiend om de hele dag dingen te eten en overal achterna te rennen. Dit is de perfecte manier om te relaxen. En als hij dorst heeft, dan drinkt hij gewoon de hele oceaan. Moet hij wel een rietje meenemen. We hebben hem nu op tv en in het echt gezien. Maar wat als je dat samenvoegt? 3 years ago in this toy shop there was a fire. Oké. And there a lot of things have happened. What are you talking about? Behind you. Ze zag het niet. Oh, there is nothing. Let's go further. Er is niks. Laten we verder gaan, zegt ze. 3 years ago, there... Look around. Achter je, zegt ze tegen Look de cameraman. Around. Oh, gast. Run. Ren. Ja, dat is goed, cameraman. Oh, het loopt dood daar. Oh nee, wat nu? What should we do? Wat moeten we doen? But we'll get the Nobel Prize for this video. Hij zegt, we krijgen een prijs voor deze video. Als je overleeft. Is hij weg? Oké, hij doet het licht uit, voor de zekerheid. Oh, he's coming. Dit is zo goed gemaakt. Zo goed. Ik geef het een 10. Oké, genoeg daarover. Gluur om het muurtje heen en zorg ervoor dat je niet helemaal te zien bent. Oh, he's big. Oh, hij is groot. Oh, wow. He looks like my ex-girlfriend. Die cameraman filmt Huggy Wuggy en zegt... Hij ziet eruit als mijn ex-vriendin. He's blocking the exit. Hij blokkeert de uitgang, zegt de cameraman. Oh. He's gone. Hij is weg. Come on. Kom. Let's go. Oké, rennen jongens. Kom. Here. Kom op. Faster. Jullie zijn ook groot. En blauw. Eigenlijk niet. Maar jullie kunnen dit. Oh my gosh, ga naar beneden. Oh. Oh nee. Oh nee, hij heeft de camera laten vallen. My camera. Mijn camera, zegt hij. Let's go faster, there's no time. Waar lag die camera? Oh.
wacht eens even. Murky Murky Vlogs. Oh. Dus die cameraman laat zijn camera vallen, terwijl hij rent voor zijn leven. En het eerste wat hij zegt is... Mijn camera! Mijn camera! Mijn camera! Maar het mooiste van allemaal is toch echt wanneer hij de camera pakt en hij draait het naar zichzelf toe. Oké, stel voor Huggy Wuggy zou een YouTuber zijn. Wat voor soort video's zou hij dan moeten maken? Als je dat mij vraagt, een game video, een beauty video, een vlog... Een mukbang. Sowieso. Hij kan lekker eten, wat hij waarschijnlijk het leukste ter wereld vindt. Hij filmt het en iedereen wil het zien. Maar dit blijf ik toch het meest bijzondere van allemaal vinden. Huggy Wuggy, die praat. Ik heb hem nog nooit horen praten. Een interview met Huggy Wuggy. Ik zou dat echt willen. En de eerste vraag die ik zou stellen is... Wil je me alsjeblieft niet opeten? En als hij die vraag beantwoordt met... Jawel, ik doe het wel. Dan is het interview voorbij. Het is tijd voor wat anders, namelijk Minecraft. We hebben hier een noob-bouwwerk... Die ik er niet zo noob vind uitzien. Ik vind het eigenlijk best wel knap. Versus een pro-bouwwerk. Dude, ben je serieus? Dit heeft niemand met de hand gemaakt, toch? Versus een god-bouwwerk. Dus echt de beste van allemaal. Wat is dit? Ik zie het niet. Oh! Oh, het is een imposter met een oog in zijn mond. Dat is eng. Volgens mij is er een mod voor, waardoor je plaatjes kunt omtoveren tot bouwwerken in Minecraft. En volgens mij is dit dus niet met de hand gedaan, maar wel heel gaaf. Maar natuurlijk mogen we niet te veel off-topic gaan. En hier hebben we daarom Huggy Wuggy. En dit is nog maar de noob variant. Want na noob hebben we pro. En wauw, dit is gaaf. Dit is zoals we hem kennen. Scherpe tanden en een grote mond. Hij heeft alleen hele korte benen. En iemand die we natuurlijk niet in Minecraft mogen missen, is onze Steve. En dit is de noob variant. Volgens mij gaat de pro variant Diamond met armor hebben. En oh snap. Deze gast is gespierd. Dit is wat er gebeurt als er gyms worden toegevoegd in Minecraft. En als laatste de one and only Squid Game Guard. Ook al is dit misschien een mod of zo, het ziet er zo gaaf uit. En dit is dan denk ik de pro. Een Squid Game Guard pro. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Oh snap. Huh. Hij heeft de mond van Venom. Je weet wel, zo'n villain. We hebben een Huggy Wuggy interview gezien. Kissy Missy op een piramide. Huggy Wuggy die de stad overneemt. Die aan het varen is. Aan het vloggen. En de gekste Minecraft bouwwerken. Ik denk dat het tijd is voor een Roblox break. Wauw. Dit is verwarrend. Dit is wat je krijgt als je Roblox en Minecraft samenvoegt. Verwarrend dus. Oh, snap spinnen. Gelukkig zijn het geen mommy long legs. Tijd voor de nether. Let's go. Ik ben hier met een reden. In deze obby zijn we op zoek naar Herobrine. Herobrine is net zoals Huggy Wuggy een creepypasta. Het verschil is alleen, Herobrine is vierkant. En in Minecraft. En er zijn nog steeds mensen die beweren dat je hem echt in Minecraft kunt vinden. Maar volgens mij is dat niet zo makkelijk. De meeste creepypasta's die verschuilen zich. Vooral wanneer mensen naar ze zoeken. En I know, het is maar in een game. Maar toch kan het best spannend zijn. Wacht eens even. Jij bent een golem. Dat wou ik even zeggen. Oké, we gaan naar beneden. Oeh, een comment blok. Of een command blok. Volgens mij zijn dit hele belangrijke blokken voor mensen die eigen mappen maken in Minecraft. Of naar beneden vallen, zoals ik. En wat zie ik daar? Volgens mij is dat een lucky blok. Dude, weet je wat ik wil? Een Huggy Wuggy lucky blok openen. Ik ben echt benieuwd wat daarin zou zitten. Waarschijnlijk een mond... met tanden. Oké, let's do this. Gast, dit zijn de meest platte lucky blocks ever. Kan me niet eens voorstellen dat hier iets in past. Kijk, deze, daar past wel wat in. Ik ben Herobrine nog niet tegengekomen. Ze hebben hem wel in de titel van dit spel gezet, dus hij zou zich ergens moeten verschuilen. Het ding met Herobrine is, er zijn mensen die denken dat hij zichzelf in alles kan veranderen. Dus misschien is hij deze steen. Of deze. Of deze. Of dat grasblokje daar. Ik weet het niet. Ik hoef het niet te weten, want het is geen toets. Dat zou zo cool zijn. Stel voor, er zou een game toets bestaan. Een Minecraft toets. Een Roblox toets. Een Poppy Playtime toets. Over welke game... Wacht eens even. Ik zie daar letterlijk een heel klein stukje lava in de steen. Zou dat iets kunnen betekenen? Maar van welke game zou jij dan een toets willen maken? Ik zou denk ik nu gaan voor Roblox. En als de categorie een enge game is, dan zou ik gaan voor Poppy Playtime. Ik bedoel, we hebben nu meer informatie over Huggy Wuggy. Oh ja, dat is wel interessant, hè? Hij vertelde dus letterlijk dat hij is gevonden door een vrouw die hem heeft meegenomen, schoongemaakt en gewassen. En dat hij op die manier is wie die nu is. Een blauwe harenbal. Maar dat hij dus nog nooit zijn eigen spel heeft gespeeld. Betekent dat misschien dat Huggy Wuggy eigenlijk gewoon een aardige dude is die gewoon eng lijkt in een game die hij helemaal niet kent? Oeh, dit is verwarrend. Ik bedoel, als ik denk aan Huggy Wuggy, dan denk ik aan... Oh snap, kunnen we hier gewoon overheen? Volgens mij hoef ik letterlijk niet eens te springen. Oh, dat is zo eng. Ook al weet ik dat dit kan, ik ben toch bang dat ik er tussendoor val. Oh my gosh. Wauw. De beloning is een Ender Dragon Eye. That's pretty amazing, man. Ik wil ook wel een eye. Maar niet zo, nee. Oh nee, ik ben gevallen. Oeps. Maar dat vind ik toch ook wel wat leuk aan Huggy Wuggy. Er is zoveel mysterie. We weten nog steeds niet hoeveel er precies zijn. Eerst wisten we niet dat hij kon praten. Maar dat kan hij dus wel. Are you crazy? Hij houdt van zeilen. Kissy Missy gaat vaak naar Egypte. Oké, let's do this. De checkpoints zijn diamonds. Als ik trouwens naar beneden val, ben ik af. Lava. Rup, 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 rup. Soms moet je gewoon geluidjes maken tijdens het springen. Oh, snap. 1 lava. 2 lava. 3 lava.
4 lava, 5 lava, 6 lava. Heeft iemand lava nodig? Oh my gosh, een lava waterval. Weet je wat? Ik wil een knuffel geven aan een van deze zombies. En als ik afga, sluit ik de video af. Let's do this! Oké. Abonneer voor meer en adios.